De afkoopregeling die de Surinaamse luchtvaartmaatschappij heeft getroffen met het personeel van Residence Inn kost de vliegmaatschappij $200.000. Dat maakte algemeen directeur Gerard Lau vandaag bekend op een persconferentie. De persconferentie was volgens hem noodzakelijk omdat er een dispuut gaande was tussen de bond en directie van de SLM over de sluiting van Hotel Residence Inn en uitspraken die gedaan zouden zijn door president-commissaris Jimmy Rosheuvel. Lau deelde verder mee dat slechts Residence Inn Paramaribo wordt gesloten omdat dit bedrijf niet winstgevend is. Residence Inn Nikeri wordt behouden. We hebben de afkoopregeling heel duidelijk met de voorzitter besproken. Het is een model geweest waarbij we ruim meer dan de kantonrechterlijke formule hebben aangeboden. En dat is ruim meer dan wat via een cao-regeling zou zijn gehaald. En de reden waarom we dat hebben gedaan is omdat wij ons sociaal-maatschappelijk verantwoord hebben opgesteld. Dus ik herhaal, we hebben een bod gemaakt naar de mensen van de Residence Inn, die ruimer is dan wat gehaald kon worden via een cao, via de huidige cao. Steve Silos, directeur financiële zaken, ging dieper in op de problemen bij Residence Inn. Hij gaf aan dat de SLM aandeelhouder is van Residence Inn NV. Het is gebleken na analyse en onderzoek dat de maatschappij Suriname Luchtvaartmaatschappij elke maand een behoorlijk bedrag overmaakt om Resident Inn NV, het Paramaribo gedeelte, te financieren. We praten over een bedrag tussen de 350.000 en 1,5 miljoen per maand. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij heeft gegeven het traject dat uitgezet is tot het gezond maken, succesvol maken van de luchtvaartmaatschappij in de komende 3 jaar, besloten om het verlieslatende deel van Resident Inn af te stoten, van de hand te doen om het kapitaal te kunnen genereren ten behoeve van de strategische investeringen die nodig zijn voor de luchtvaartmaatschappij. Tot zover Steve Silos, directeur financiële zaken, over de sluiting van Residence Inn Paramaribo. Het hotel zal worden verkocht aan de hoogste bieder. Het geld zal worden besteed aan investeringen die de SLM gaat plegen.